know that you want me. Baby girl, would you come my way? Tell me all the things that you wanna say. I promise that you'll never find another like me. Okay. Hier. Zoom nou een beetje in. Nee, want kijk, ik zit er toch niet in. Ja, want anders zit ik er niet. Ik ga niet zo liggen. Wat doe je als je nu... Yo mensen! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik was echt lelijk dichtbij. Dus ik neem wat afstand en naast mij zit Manu. Waarvan ik nog steeds de achternaam niet kan uitspreken. Yeah. Ze verdient weer geld over mijn rug. Ik zeg het voor de tweede keer, of vierde keer, want het is aflevering 4 van Brutale Vragen. Leuk dat je kijkt, laten we meteen erin duiken. Vraag, we hebben al een aantal vragen gedaan net, maar ik vond het niet leuk, dus de intro is opnieuw dus gedaan. Dus we hebben het opnieuw gedaan. Goed. Het is alleen maar, heb je iets met Tommy, heb je iets met Manu, vinden jullie elkaar leuk? Het is echt hinderlijk. Met wie wil je... allemaal seks, jongens. Yes. Wat is jullie bodycount? Daar heb ik het niet over hebben. Weet je nog dat we toen we... Van welk deel was dat? Toen we eentje gingen omnemen voor jou thuis. Toen vroeg iemand dat ook en toen wist ze niet wat dat was. En toen kwam jouw moeder thuis en vroeg aan jouw moeder, wat is bodycount? Toen zei ze iets over lijken in de oorlog naast elkaar leggen. En toen keken wij allemaal zo... Oh. Maar dat is echt lang geleden. Zo, had ik niet toen dit shirt aan? Dat hoop ik niet, zou wel heel zielig zijn. Nou, ik ben maagd. Jij? Nou ja, van mij weten we het natuurlijk. Heilige maagd, Jan, Maria. Goed. Oké, okay. Mogen jullie elkaars vrienden? Nou, dat gaan we vanmiddag achterkomen, want ik ga mee picknicken. Met de meiden. Ja. Heb ik jouw vrienden? Heb je Flo helemaal zo'n? Nee. Ja, Marco. Maar in principe ken je de wat bekendere vrienden van mij. Ja. Die ken je wel. Mag ja, je die? Niet heel goed persoonlijk, maar volgens mij is het allemaal wel chill. Stinkt, man. Helemaal niet, jongen. Wees zelf. Precies. Normaal niet. Nou, ik ook niet, dus. Hebben jullie ooit gevoelens voor elkaar gehad zonder dat jullie het tegen elkaar zeiden? Ja. Tuurlijk. Beschrijf elkaar in één woord. Hysterisch. Mm. Dat vind ik best een goed woord. Hysterisch. Mm, even denken. Vervelend. Tommy, met wie van Manu haar vriendinnen zou je het snelste zoenen? We gaan foto's laten zien! Oké. Okay. We doen wel die we straks gaan zien, want we gaan zo naar ze toe. Dit is de eerste. Ja, daar ga ik geen uitspraak over doen. Ja, ik wist gewoon dat je die ging aandrukken, jongen. Wie heb ik nog meer? Oh ja. Nou, dat waren ze. Oh, dat waren ze. Dit zijn ze. Ja, ik denk de eerste dan. Joy. Dat je niet hoeven uitspreken. Yeah! We moeten even tussendoor. Even de sponsor bedanken. Niet weer. Ja, afgezien neemt hij dat. Maar dat is Sugar Bear Hair. Ja, jij doet altijd alsof het snoepjes zijn. Ja, dat zijn toch ook? Nee, het zijn vitamine. Oké. Okay. Voor Tommy, zittend of staand plassen? Staand. Oké. Okay. Jij? Staand. Wat? Kauwcapsules. Wat is... Gast. Je moet je op kou, hè? Volgende vraag. Gadver. Waarom ga je nog niet over je nek? Als jullie elkaar later hadden leren kennen in een restaurant, zouden jullie elkaar dan doen? Ik snap het hele restaurant niet. Nee, wacht. Laten we even de setting veranderen. We komen elkaar tegen op vakantie. Bij het zwembad. Er zit poep op je. Het is geen poep, jongen. Wat is monter. Jij laat mij reizen naar jou toe, gast. Ik moet mijn leven wagen. Ik waag mijn leven om hier te komen. En dan ga je zeiken over dat er modder op mijn broek zit. Vel kutwijs dat je bent. Wat is dit? Holy crap. Smeltenblad. Stop met die vitamine, dat zijn niet goed. Nee, maar oké, we komen elkaar tegen. Niet restaurant, zwembad. Ik zie je. Je maakt er van die veel te hoerige foto's op je Instagram. Nou, bedankt. Ik weet niet over welke het hebben, maar
Sure. Snip. Hij is hier nu in beeld. Kom, ik ga je hem laten zien. Kijk. Oh. Al mijn vrienden hebben gezegd... Oh, shit. Is dit jouw beste vriendin? Oh. Allemaal. Omdat je zo naar... En dan moet ik zeggen van... Yes. Helemaal naar ervan. Hier, kijk. Kijk, ik zie alleen maar bil en borst op je dip. Dat is zo niet waar. Het spat er vanaf. Dat is zo niet waar. Zo niet waar, hier. Ja, wat dan? Dat is van mijn achterkant. Dat is bil. Dit is... Dit hier, dit vind ik... Dit hier. Bil. Bil, dat is zomerfoto 1. Ja, hier. Ze zijn hier allemaal fucking hard op gegaan. Allemaal. Waar is die douchefoto? Hier ook. Ben jij dit? Ja. Wat nu weer? Ja, dus ik ben zo gewoon dat ik voor het eerst denk van, dat is best knap. Dag. Hier, dit is toch erg, man. Ja, dat is wel... In een panterpakje, je borst hangt eruit. Hier, jongens, doe je niet aan, dan word je gecopyright voor kinderporno als je dat erin edit. Tering. Stel je niet aan, jongen. Daar zit ik naast, hè. Nee, maar zou ik je dan doen? Ja, waarschijnlijk wel, als je er zo bij loopt. Alright. En we gaan weer door. Goed. Als je één dag van slaapkamer zou moeten wisselen, waar zou je dan sowieso kijken in de slaapkamer? Nou, ik heb jouw hele slaapkamer al gezien. Ja, die van mij niet. Ben je ooit op mijn slaapkamer? Nee, want altijd als ik bij Tommy ben, dan zeg ik niet naar mijn kamer. We gaan niet naar mijn kamer. Ja, jongen, dat is echt slagveld. We hebben weer op FaceTime inderdaad. Het zag er echt niet uit. Ja, het is nu nog erger. Overal messen. Dat is niet waar. Ik vind het heel stoer. Laat zien ook zwaarden. Die doet gekke cosplay als hij thuis is, jongen. Zullen we even haatliefde doen? Heb je een bijnaam voor de ander? Maan? Ik zeg altijd gewoon kut dingen. Ja, alles wat je kan bedenken. Ja, loser, sukkel, kutventje, eikel. Nee, eikel eigenlijk niet. Nee, eikel niet. Zijn jullie nooit aangetrokken tot elkaar? Dat is een rare zin. Of nee, eigenlijk niet. Nee, sowieso dat kan ook niet echt als je... Het lukt, ze kan niet langer dan een week normaal doen tegen die jongen. Daar is Claudia, als je dit ziet... Ik zit op één lijn. Nou, een maand. Een maand? Nou. Eigenlijk een week. Een week is het leuk, dan gaat het berg afwaarts. En na een maand is het klaar. Ja, dat klopt. Ja, jongens zijn gewoon vervelend. Dat is gewoon niet leuk. Zijn jullie ooit vreemd gegaan? Ben je ooit vreemd gegaan? Nee, ik heb wel... Maar je bent wel snelle relatieswitcher. Nee. Snelle boyswitcher dan. Nee. Jawel. Dat is een paar keer gebeurd. Ja, je gaat niet vreemd, maar je bent wel snel. Nou, ik heb wel eens gehad inderdaad dat ik met iemand wat had, zeg maar. Maar dat ik eigenlijk al wist dat ik iemand niet meer leuk vond en iemand anders wel leuk vond. Ja. Maar dan heb ik het wel uitgemaakt, altijd eerst voordat ik met die ander wat verder ging, zeg maar. Ik heb nooit echt een relatie gehad of zo. Dus ik heb ook nooit echt loyaal hoeven te zijn aan iemand. Dus dan... Ik zie jou dat ook echt helemaal niet doen. Ja, ik zie mezelf dus wel gewoon in met een... Met jouw reputatie en alles wat jij succesvolle, doet. In een succesvolle, sterke relatie. Heb je een kisslist? Ja, heb ik. Echt? Ja. Mag ik je zien? Nee. Alsjeblieft? Nee. Ik zeg tegen niemand. Ik zweer. Jezus. Wat zijn jullie... trots bij de ander. Dat Manoes ook hele mooie Instagram foto's plaatst. Daar ben ik echt trots op. Echt, stel je niet aan. Dat ik kan zeggen dat ik naast Manoes zit. Terwijl ze zo'n mooie feed heeft. Met zoveel billen en borsten. Dat is echt zo niet waar. Dat is echt niet waar. Waar ben ik trots op bij Tommy? Nou, die lijst, ja. Dat is wel een goede presentatie. Dat is echt niet om trots op te zijn. Zij zei laatst, ik heb honger. Dus ik zeg, ja, ik heb op zich ook wel zin in eten. Komt ze terug met een kilo M&M's. Dus ik maak zo'n klein gaatje, zodat je hem nog dicht kan doen. Zegt ze, waarom maak je zo'n klein gaatje? Scheurt ze dat hele ding open. En dan zegt ze, ik wil alleen de blauwe. Ja, ik vind alleen de blauwe lekker, dat klopt. Die anderen zijn hier lekker. Waarom zouden jullie niks met elkaar willen? Nou, heb je even. Nee, zoals ik net al zei, als ik stel, hè,
stel, ooit, dan, en dat, daarna is dan meteen de vriendschap weg. Want Manouk kan daarna niet meer normaal doen. Dat is echt niet waar. Ik kan wel normaal doen. Nee, je kan niet meteen weer vrienden zijn met iemand. Dat is, moet tijd, dat gaat ik tijd wel. Overheen. Niet doen, niet liegen. niet liegen. Jawel, ik kan niet, het wel. Nee, maar niet het met komt iedereen. Altijd van de andere niet kant. Met iedereen. Kijk, je uiteindelijk is het met... altijd mislukt. Daar maar. Hebben we een punt. Ja. Maar dat komt niet door mij, want ik heb het geprobeerd. Ja, laten we even een opsomming maken. Jannes, daar kon je dan niks aan doen. Precies, daar hebben we het dus al. Kon ik ook niks aan doen? Ja, maar dat had niet gekund. Al had die vrienden willen blijven, dat had je niet gekund. Hoezo? Dat had je niet gekund. Ik zou niet weten waarom. Nou? Valentijn? Nog steeds contact mee. Ja. Oké, nou. Ga je al die namen bliepen of ga je dit er gewoon uit? Ja, dat weet ik ook niet. Daar moet ik er even over nadenken. Waarom wil Tommy die video niet online? Te beginnen ben ik genaaid, ben ik er hard in getrapt. Ik was de beste prank die iemand ooit op je heeft uitgehaald. Ja, dat wel. Maar ik vond het niet grappig. En dat is de reden waarom ik hem niet online wil hebben, omdat ik de video zelf niet grappig vind. Nog niet. Nou, dus, je zat nu, wel te lachen ja, toen je hem wel, keek. Maar wel met pijn in mijn hart. Dus misschien ooit, jongens. Misschien ooit. Oeh, geniaal. Gezeik. Nee, je weegt echt niks, gast. Echt wel. Ik ben al een half uur geld aan het verdienen voor je. Ja, dat is zeker waar. Ik was nog aan het twijfelen of ik een cadeautje of zo moest komen. Maar toen dacht ik, nee, ben ik gek. Hebben jullie ooit gezoend met elkaar? Nee. Nee. Proppen of vouwen? Wat? Wc-papier. Vouwen, zo netjes. Maar hoe kan je daar weer proppen? Ja, dat is toch weer. Dan raakt je vinger dan die anus aan en dan. Nou, dan kan je lachen hoor. Dat is echt niet goed. Welke van de exen van Manu vond je het leukst bij haar passen? Zo, nou dit vind ik nou een goede vraag. Zo. Ik wil ook redenen. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik ken om te beginnen ken ik Mike niet. Mike? Zo heet het niet toch? What the fuck is dat? Zo heet het niet toch? Die ken ik niet. Er bestaat ook geen Mike. Dus. Ik ken ook. Ik ken wel een beetje. Althans, daar heb ik één keer mee gepraat. En dat klikte niet helemaal. Wat was je nou? Klikte niet helemaal. En althans tussen mij en hem dan. En ik weet niet hoe dat dan bij jou was. Maar Valentijn, die ken ik dan van hen wel gewoon het beste. Daar heb ik ook laatst gewoon een leuk gesprek mee gehad over muziek en zo. Dus dat is ook, ik zeg Valentijn. Dat Hallo, het gaat niet over wie... Dat is een leuke jongen. Dat vind ik een leuke jongen. Ja, maar dat gaat niet over jou. Wie jou het leukste was, wie mij. Ja, dat gaat ik niet vind dat jou. Valentijn het best bij jou past. Oké. Gewoon een leuke jongen. Oké. Aardig gast. Zouden jullie elkaar voor 10 ruggen doen? Ik zou je zeker voor 10 ruggen doen. Mijn nagel. Ja, dat is goed voor je. Nu niet zeggen dat je het niet zal doen. 10 ruggen, Manu. Zodat je daarmee kan. Een heel mooi horloge mee kopen. Nou, ik weet niet of ik dat zou doen. Eigenlijk. Ja. Ja, jongens, hier valt ze dus een beetje door de mand. Ze zegt geen nee. Nee, maar ik zeg ook geen ja. Jij zegt gelijk, natuurlijk zou ik dat doen. Ja, kom maar 10 ruggen. Ik word er wel enthousiast van hoor. Renske, als jij mij 10 ruggen overmaakt. Dan? Gaan we dat doen. Woehoe, hilarisch, denk het niet. Zouden jullie het voor 5 miljoen met elkaar doen? Staat er ook. Ja, maar dan moeten we het splitten. Dus voor 5 miljoen hou je dan weer niet over. Kut, en dan vind ik het gewoon de belasting belang. Vanaf. Ja, precies. Ja. Dat is het. Hou je eigenlijk met 10 ruggen over. Ja, dus dat is het. Ja, nee. Jammer. Ik moest net echt. Ik stuurde Tommy een berichtje, waar ben je? Want het duurde echt lang voordat hij er was. En ik moest poepen. Pasta eten. Oh. En ik moest poepen. Dat moet je niet zeggen, vrouw poepen niet. Dus ik dacht. Ik ben geen vrouw. Dus ik dacht. Ja, als hij gewoon nog ver weg is, kan ik niet snel poepen. Dus ik zie een berichtje, stuur die foto dat hij al in die straat is. En mijn poep ophouden de hele dag.
echt ziek, jongen. Echt ziek. Echt een zieke chick. Stel, jullie worden ontvoerd en de man zegt, ik laat jullie vrij als jullie een kusje geven. Wat doe je? Nou, dan is het gewoon klaar. Weet je, ik zeg altijd, alles loopt zoals het moet lopen. Wat gebeurt, gebeurt. Dus als ik ontvoerd word, word ik ontvoerd. En als hij me niet vrij laat, laat hij me niet vrij. Dus dan is het gewoon game over en dan blijf ik gewoon daar, ja. Maar Manu zal niet eens gaan rennen wanneer er iemand achter haar aankomt. Nee. Ze kan niet eens rennen. Dat klopt. Weet je, dan komt hij achter me aan, ja, en dan so be it. Dan is dat mijn tijd en dan ga ik, ja. Weet je. Pak je kans, jongens. Daar doe ik echt niet moeilijk over. Wat vinden jullie het aantrekkelijkst aan elkaar? Gewoon. Ik veel. Ja. Haar haren, maar die zijn niet van haar. Ja, wat wil jij van mij aan? Niet je haren. Dus zijn jullie FWB? Friends with Benefits. Nee. Wel? Nee. Ja, genoeg. Eeuw. Te dichtbij. Kom, jongen. Diep. Oh. Tom. Dit doet dus geen pijn. Dat kom. Is een nadeel aan geen stukje. Kom, anders gaan we. Anders wordt het kut. Stop! Ik wil dit niet. Ik vind het niet leuk. Eeuw. Stoppen we ermee. Nu ben ik er klaar mee. Vinden jullie mekaar knap? Nee, ik vind het knap. Mekaar. Nou, ik vind, je gaat wel vooruit. Nou, als we het vergelijken met een jaartje geleden. Ze heeft één keer gezegd, dat is het liefst dat ze tegen me zei. Nou, je lippen zijn wel mooi hoor. Ja, dat heb ik. Ja, dat is het enige wat ze ooit lief tegen me gezegd heeft. Ja. Nou, ik hoop dat ze hiermee klaar bent. Oeh. Ben je nou klaar? Waarom niet zo mooi? Doe toch niks, ik lach toch gewoon. Ik vind dat je mooi bent. Wat koop je? Nee, jongens. Like, abonneer. Leuk dat je heel erg gekeken naar deze nieuwe video. Ik waardeer je heel erg dat je heel erg gekeken naar deze nieuwe video. En doe liken, abonneren. Commenten. Zodat Manu extra veel geld verdient, zodat ik weer tikkies kan sturen. Maar ze weet nog niet dat die komen. Oké, ben jij klaar? Ja. Doei! Wacht dit uit. Hoe doe je dit uit? Gewoon ja. Doei!